ook groter. Ja. Oh, turnover voor Den Bosch. Alles gaat mis. Leiden, even rustig naar de klok kijken. Als die erin gaat. Turnover. De chance in de post tegen Van Vliet. Luc van Breda maar met 3. En die gaat er ook in. U aan het uitzoeken in hoeverre die 32 punten in een eerste kwart nou iets van een record waren. Hij is nog even aan het pluizen, aan het graaf vuur erin te krijgen. En dan is een inhaalrace licht wel voor de hand hoor. Leiden kan bijna niet beter. Den Bosch natuurlijk Wessels in die aanvalsrebound. En dat moet je toch eigenlijk inmiddels wel weten. En dan gaat de Jong slam dunk, nee, finger roll. 1, dat Leiden 21 voorsprong tegen Zwolle. En dat Zwolle terugkwam tot 2. Wat dat betreft is er niet veel aan de hand, maar je wil natuurlijk lichtpuntjes zien, het liefst al voor de rust. Oeh! Je zag helemaal de Jong niet aankomen, joh. Die komt natuurlijk met een goed gevoel uit wedstrijd 3. Maar vandaag valt het zeker nog niet voor hem. En dan helemaal doorgegaan naar de ring voor LeChance. Een beetje oude wijven, balletje onderhand. Daar is hij ook heel goed. En weer een time-out. In een play-off finale. Een hele sportieve reactie van onze basketbalvriend Mart uit het oosten van het land. Zijn ploeg Landstede ja, niet gehad. Ja. Dan... Het kan zo. Den Bosch gaat er aan knabbelen en dan wordt het enkele cijfers in. Het is totaal niet verdedigd. Daar staat. Die heeft denk ik iets meer centjes. Dat is die man van de Cavs. Hier. Een drietje van LeChance. Ja, dwingt hem in ieder geval een paas af. Daar zit LeChance wel goed te kijken. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Ook door Pop. Het is zonde. Er is geen enkele reden voor. Er was nog 20 seconden te gaan. En nu ja, ben je veel bij de basket gekomen. En, Je zou toch kunnen verwachten dat ze daar misschien een keer wel gebruik van maken. Ja, als u wel eens kijkt en dat zelf wil inschatten. U ziet de tijd lopen. 4:51. Rechts 2 bolletjes. Dat betekent 2 timeouts genomen. In een roll. Dat is wel ook weer zo. Ja, nee, en je geeft. Oh ja, 4-point play. Giddy Pots. 2 bolletjes. 2 timeouts genomen door de Heroes. Mooie bal zeg, met die uitschuifarmen, die telescoop. Vallend, een van de weinige dingen die Hurne doet, is 3 punten schieten. Maar dan zat Van Bree goed bovenop, goed gebaasd. Ja, keurig. Dat... Geen helpsides, niks. En ze crazy omhoog. Daar zit de Jong nog wel even te loeren. Goeie paas. Oh, daar zit, ja, daar, ik had het over een pot. Die zit daar wel goed tussen hoor. Hij heeft korte armpjes. Maar het duikt wel voor iedere bal. Misschien dat hij daarom nog een fout opraapt. En LeChance met een fantastische spin move.